Arno en Toos, van harte gefeliciteerd. En nog een heleboel jaren. Proost! Arno en Toos, gefeliciteerd hoor. Oude lul dat je er bent. Maar vooruit, het is maar goed eens een jonge vrouw heb je hoor, en anders zag het er niet uit. Doeg! Hallo. We staan hier bij Ronald. Wat heb je allemaal te vertellen, Ronald? Ja, ik heb niet zoveel te vertellen. Alleen dat ik een post en een toast wil uitbrengen op Arno en Toos natuurlijk. Het is toch een mooie dag. Het begon wat regenachtig, maar het is mooi weer geworden. Dus, te gek. Hoi Anita. Hi, hoe is het? Ja, goed. Oh. Nou, Toos en Arno, ik zou zeggen, hartelijk gefeliciteerd met 130 jaar, maar dan wel samen. Ik vind het toch van Toos wel een hele prestatie dit vol te kunnen houden. En ik hoop eigenlijk nog vele jaren meer. Van harte gefeliciteerd, allebei. Nou, lieve Arno en Toos, hier stemmen op bij het fort. Wij willen jullie van harte feliciteren, ook namens Peter. Voor jullie 130 samen zijn. Vele woelige baren hebben jullie doorstaan, toch? En dan staat er op die foto's, bejaard niet aaien, maar daar komen jullie wat mij betreft niet mee weg. Fijne dag, geniet ervan met de kinderen en de kleinkind. Doei. Gwan, kom eens even hier. Wie ben jij? Wie ben ik? Wat is jouw relatie tot Arno en Toos? Ik ben de knapste neef uit heel het verhaal hier. Van ja, eigenlijk zowel broeders, Van der Els, noem het maar op. De knapste, ja, ik begrijp, je hebt ook al... De knapste gewoon qua looks, hè. Niet qua slim, want ik ben misschien ook wel de domste neef. Maar ja, dat gaat meestal samen. Dus... Ik heb niet alles hebben natuurlijk. Nee, maar ik begreep dat je ook al wat airplay hebt gehad. Wat airplay gehad hebt? En wat bedoel je dan? Nou, een of ander programma. Ja. Daarin was je niet zo de knapste, toch? Niet zo de knapste, nee. Nee, ja, ik denk dat je Robson bedoelt, toch wel? Ja, tuurlijk. Oké, Ja, ook dat gehad, maar 5 Minutes of Fame heb ik daar gehad. Ja, dat is mooi. En die Warhol zei je 15 Minutes of Fame. 15 Minutes? Ja, yes. Waar zei ik? 5. 5 Minutes, ja, maar ja, Warhol is natuurlijk beter bekender dan ik, hè. Dus... We hebben nog 10 minuten te gaan. Ja, we hebben nog 10 minuten te gaan. Dus alweer 2. Ja, precies. Dus, heb ik er nog 7,5 te gaan, dus wie weet. Hé, wat wil je tegen Arno Toos zeggen op camera? Ja, dat ze nog gewoon dezelfde periode, misschien dat is eigenlijk ook wel weer lang, hè? Dan zitten ze alweer over de 100 of zo. We hebben echt wel op elkaar uitgekeken, maar de periode die ze nog hebben, dat daar in ieder geval gewoon ook weer gewoon gelukkig, in goede harmonie en alles is. Dus dat gewoon gezondheid en geluk, dat is denk ik het belangrijkste. Geluk is het belangrijkste. Ja. Als je het gaat denk ik samen. Maar als je niet gezond bent, ben je ook niet gelukkig. Dat is waar. Dus, ik zeg eigenlijk altijd, een tevreden mens is gelukkig. Ja, nou ja, dat zeg ik ook altijd. Ik zeg altijd, als het met die twee mannen van mij goed gaat, dan gaat het met mij ook goed. En dan gaat het ook goed mee, dus dat is mooi. Hé, hey, bedankt. Ja, hey, ja. Groetjes. Joe, doei. Linda, ik hoorde dat jij bruidsmeisje bent geweest. Dat klopt, ja. Bij wie dan? Bij Toos en Arno. Okay. Maar ook bij Inerien en bij Thijs en Mieke. Oh, dus eigenlijk heb je gewoon een beetje bijverdiend? Ja, ik ben al vroeg begonnen met... Ik zag al vroeg een gat in de markt, ja. Ja, word niet meer gevraagd, want niemand... Ik wou net vragen, wanneer hield dat op? Ja, nou, heel snel. Nou, toen ik 5 was het klaar, denk ik, ja. En wat wil je zeggen tegen Arno en Toos? Nou, ik ben heel blij dat wij hier in goede gezondheid met z'n allen staan te vieren. En dat ze niet aan het verbouwen zijn... hier of daar, hè? Dat ze toch tijd hebben om een leuk feest te organiseren en dat we er ook allemaal zijn. Dan heb ik een verrassing voor je. Ze zijn gewoon wel aan het verbouwen. Ja, dat wist ik al. Maar ja, dat Arno dan toch nog een dag te vrij kon. Toch een soort afwijking eigenlijk. Hè? Dat is een afwijking, maar dat zit in de familie. Ja, ik ook en mijn broer ook en mijn vader had het. En, Maar dat is wel opvallend, want jouw tante heeft het dan weer niet. Mijn tante? Toos? Ja. Nee. Maar ja, die heeft dan toch wel iemand uitgekozen die dat dan wel heeft, hè? Ja, precies. Dat is eigenlijk heel goed. Eigenlijk wel. Ze passen gewoon bij elkaar. Het is gewoon een co-alcoholic eigenlijk, zeg maar. Ja. Fantastisch. Ja. Bedankt voor dit fantastische verhaal. Ja. Peter, heb jij misschien wat pikante details over Arno en Toos? Heel pikante. Heel pikant. Als het kan, zo pikant mogelijk.
Weinig. Er zijn toch vast een paar anekdotes waarvan je denkt, pot, van dat heb ik altijd op camera willen zeggen. Ja, die heb ik altijd voor mezelf willen houden. Oké. Maar goed, ik neem aan dat je ze wel van harte wil feliciteren. Hartelijk gefeliciteerd. En nog vele jaren en dat we nog veel van elkaar mogen genieten. En waar doen jullie dan meestal, dat genieten? Overal. Overal? Ja. Jullie zijn heel vaak met elkaar op vakantie geweest, toch? Ja, vakantie. We spreken hier en daar af. We komen elkaar al meer tegen. Dus ik zou zeggen tot de volgende keer in Frankrijk of zo. Frankrijk of elders. Hè? Maar Frankrijk is een goed vertoeven. Oké. Hey, groetjes. Hey, bedankt. Hoi. Ja, ik heb hier het genoegen met iemand die iemand kent. Ik begrijp dat u... Waar ben je nou? Meneer. Ik ben erg Toos. Wilt u zichzelf even voorstellen? Ik ben Bram van Pelt en ik ben kennissen van Arno en Toos. En kennissen niet vanuit Nederland, maar vanuit Frankrijk. Vanuit Frankrijk? Vertel. Lyon du Vardeur komen wij hebben huis. En Arno en Toos zitten daar al heel lang en wij pas 4 jaar. Ja. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder, want Lyon van Dun, van Dun is volgens mij een enorm gat. Ja, dat doen we zomaar niet. Nee, dan moet je met geluk neerstrijken, zeg maar eigenlijk. En dat geluk hebben wij gehad. Ja. En er zitten ook nog eens een hoop Brabanders? Er zitten meerdere Brabanders, ja. Er zitten ook nog wel andere Nederlanders, maar daar gaan we het niet over hebben. Nee, daar hebben we het niet over, maar meerdere Brabanders. En die zitten van jou uit rechts gezien. En dan Koert en Lieke, kijk, daar staan ze. Ja. Die zitten daar ook. Echte Brabanders. Nou, die gaan we zo meteen een diepte interview afnemen. Ja, proost, broeders! Nou, hartelijk gefeliciteerd Arno van Toos. Ik vind het heel erg gezellig hier zo. En 11 september weet je toch niet, Arno? Maar we gaan lekker. Hi, Tia! Toos en Arno, van harte gefeliciteerd met jullie 65 jaar bestaan hier op de wereld. Klopt dat, Joost? Ja, en dan vier jaar erbij. Hè. En dan hebben we een lekker biertje aan het drinken. We zitten eigenlijk hier met René van der Elzen, een neefje van, toch? Ja, nog steeds een neefje van. Ik kom er vanaf. Dat is de bon. Schaam je daar een beetje voor? Of? Nee. Normale mensen, daar schaam ik voor. Maar dit zijn gelukkig geen normale mensen, dus daar voel ik me altijd heel erg thuis. Mooi. Wat heb je net genuttigd? Ja, ik dacht dat het kip was en in één keer kwamen er pruimen tevoorschijn. Dus dat was een verrassingsmaal. En verder heb ik nog alles wel gepakt. Ik ben Nederlander, hè, dus ik zie gratis eten en dan denk ik pak ja, gratis eten, of nou oma of tante is, maakt niet uit. Ik ga gewoon schaans. Mijn tante, is daar een feestje van? Nee. Ik denk, nou nee, ik feliciteer dan bij deze. En bedankt voor het eten. Houdoe. Doei. Ja, Rosalie, heb je misschien iets te melden op camera voor je broer en je schoonzus? Prachtig, hè? En het is heerlijk. En ik hoop dat we er nog lang samen van kunnen genieten. Tenminste, Toos en Arno.